I told him, from the first time I conducted the orchestra, I remember the first note that he played, and I remember when we started in the first rehearsal to talk and change a few things. I immediately had the idea that this is the lion of this kingdom, and I have to be very respectful to this guy. Het allerlaatste concert voor Martin van der Merwe is in zicht. Na 45 jaar nooit meer tussen zijn collega's op het podium en nooit meer studeren in de hotelkamer. Dit is een speciaal studiorentje, zoals ze het noemen. De bedoeling is ook gewoon dat je erop kan spelen en dat je hetzelfde gevoel hebt als wanneer je op een echte hoorn speelt. De spieren rondom je mond moeten in conditie blijven, want de hoorn is een moeilijk en kwetsbaar instrument. Het is niet zo dat als ik een vrije dag heb en ik ben op de hotelkamer en ik speel een kwartiertje, daar heb ik niet genoeg aan. Dan ben ik echt gewoon toch wel 2 uur bezig. En als je niet fit blijft, gebeurt er dit. Bijvoorbeeld. Ik zie een klein wit plekje aan de binnenkant. Ja, is dat van spelen? Ja, dat heb ik in de loop van 45 jaar heb ik dat ontwikkeld. Ik ga ervan uit dat het ook vanzelf weer verdwijnt als ik helemaal niet meer speel. Maar het is gewoon puur eelt van het vele spelen. Het orkest is op weg naar de laatste bestemming van deze Azië-tournee, Beijing. Het was de eerste lange tournee met chef-dirigent Lahav Shani, die de orkestleden steeds beter leert kennen. When you see them behind the stage, how much they support each other and how much they embrace each other, and they're so happy for each other for every solo, and you see in their eyes, I see myself really as part of this family, not from the side, not above, not underneath, hopefully as well, but really as a part of the collective. The more I have the feeling that I know them personally, and also they have the same feeling for me, they feel more comfortable, I feel more comfortable, even though from the beginning there was this sense of comfortability. It always develops and it always gets better and really, the concerts are fantastic and so inspiring and great in every aspect. And on top of that, it's a real joy, it's a real pleasure just to be with them. Ga je hoorn missen eigenlijk? Nee. Tenminste, zoals ik er nu tegenaan kijk, en een hoop mensen zullen wel zeggen van ja, nou, daar krijgt hij nog wel spijt van. En zo. Ik ga er geen spijt van krijgen. Ik heb dat ding 45 jaar in mijn handen gehad. Ik heb ontelbaar veel uren erop gemaakt. Het is mooi geweest. Je bent er niet emotioneel onder dat het afscheid dichterbij kwam? Of? Nou, best wel natuurlijk. Ja, het is gewoon toch een afscheid. En of dat verplicht of vrijwillig is, een afscheid blijft een afscheid. He's such a protective figure for the orchestra. Like, really like a father figure for so many musicians. And as a horn player, as a brass player, as a musician in the orchestra, he's such an essential part of the orchestra. The way the orchestra sounds as a whole, not just the horn, not just the brass section, the whole orchestra is in many ways related to his sound. We will miss him a lot. I will miss him personally very much. Is dit een beetje passende zaal om afscheid te nemen? Ja, dit is wel een hele bijzondere zaal. Want we hebben hier al vaker gespeeld. Ik ken hem dus al redelijk goed inmiddels. Het is gewoon een prima zaal en ik ga er van een aantal grote dikke punten achter zitten.